Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. En in deze video wil ik je alles gaan vertellen hoe jij het meeste haalt uit je volgende love shoot. Love shoots hebben niet bij iedereen een even positief imago. Heel veel klanten, daar merk ik het tenminste altijd aan, vooral de mannen, hebben er vooraf vaak gewoon echt geen zin in. Die voelen zich helemaal alsof ze hun mannelijkheid gaan verliezen. En die staan daar en denken echt van, oh, wanneer is dit afgelopen? En dan zijn er ook nog eens heel veel fotografen die het best wel lastig vinden, best wel spannend vinden om twee modellen tegelijk aan te sturen. En ja, die zich gewoon niet helemaal zelfverzekerd voelen bij zoiets. Nou ja, tel zo'n fotograaf op bij een koppel wat het spannend vindt en de mannelijke wederhelft die er eigenlijk helemaal geen zin in heeft. En dan is het best nog wel moeilijk om echt mooie, romantische en spontane foto's te maken waar die liefde echt van afspat. Dus in deze video ga ik je daar een paar tips voor geven, want het kan natuurlijk zeker weten wel als je maar weet wat je doet. Waar het eigenlijk mee begint zijn de outfits. En dit is iets wat heel vaak onderschat wordt, maar kijk maar eens naar foto's die jij heel tof vindt, die jij op je Pinterest-bord bijvoorbeeld hebt verzameld of foto's van fotografen die jij volgt. Kijk eens naar wat de modellen daar dragen. Er is echt dikke kans dat ze outfits aan hebben die perfect passen bij de stijl, die helemaal mooi op elkaar af zijn gestemd en die gewoon ja, het plaatje afmaken. En dat helpt gewoon echt heel erg. Ik heb echt wel meerdere shoots gehad die gewoon niet goed zijn geworden naar mijn maatstaven dan natuurlijk, omdat de outfits net niet helemaal klopten. Een heel fel gekleurd shirt of een shirt met een heel groot logo, hele drukke printjes, dat zet gewoon, ja, de toon voor echt iedere foto, want op iedere foto staat die outfit en dat heeft echt heel erg veel invloed op je foto. Dus stuur je klanten voorafgaand aan de shoot al aan op de outfits. En je kunt een paar voorbeeldjes sturen van je eigen foto's waarvan je echt dacht, wow, deze outfits zijn top. Of je stuurt wat voorbeeldfoto's van andere fotografen met natuurlijk de juiste naamsvermelding erbij. Of je maakt een lijstje met van ah, dit liever niet, dit liever wel. Het blijft natuurlijk altijd de keuze van de klant, zeker als ze jou hebben ingehuurd. Dan is ja, klant toch koning wat outfits betreft, maar je kan zeker een beetje bijsturen. Vraag ze ook om een voorbeeldje te sturen van een outfit, van hé, laat even een fotootje zien. En dan kan je misschien nog hier en daar een beetje bijsturen. En probeer ook je eigen fotografiestijl daarin te betrekken. Want als jij bijvoorbeeld die hele bruine, moody sfeer wil in je foto's, dan is het ook belangrijk dat de outfits daar een beetje op afgestemd worden. En voor mijn light and airy stijl vind ik het altijd mooi als de outfits wat lichter en frisser zijn. Want dat past daar weer mooier bij. Dan de locatie in combinatie met het licht. Ook dat is echt mega belangrijk. Bepaalt de hele sfeer van de foto. Want ja, een fotoshoot om 12 uur 's middags op een grasveld gaat echt een heel ander effect geven dan een fotoshoot bij zonsondergang op het strand. Mijn fotografiestijl is eigenlijk helemaal gebaseerd op natuurlijk tegenlicht. Dus ik werk het liefst met zonsopgang of zonsondergang. En eigenlijk plan ik daarbuiten ook nooit shoots in. Maar ja, we zijn natuurlijk in Nederland, we zijn afhankelijk van het weer. Dus het weer krijg je niet overal waar je het hebben wil. Maar ook zonder je perfecte licht is de locatie mega belangrijk. Voor mijn stijl, ik hou van lichte en frisse tinten. Vind ik het heel fijn om met een zanderige omgeving te werken. Dus met duinen of met naaldbossen. Ik vind echt groen echt verschrikkelijk in mijn stijl. Dus echt dat grasgroene, dat felgroene. Daar hou ik persoonlijk niet van. Omdat ik dat gewoon niet goed bewerkt krijg naar mijn stijl. Dus ik zal niet snel in een loofbos bijvoorbeeld afspreken. Maar past dat juist wel weer bij jouw stijl? Dan moet je dat juist wel doen en misschien meer het strand vermijden. Dus denk daar goed over na en hou daar een beetje rekening mee als je klanten een aanvraag doen. Je kunt natuurlijk ook voor juist een hele persoonlijke locatie kiezen. Stel dat zij elkaar bijvoorbeeld ontmoet hebben in de Efteling of daar hebben ze ooit samengewerkt. Hoe leuk is het dan om daar een love shoot te doen? Breek door de awkwardness heen. En dat is misschien het lastigste, maar je kunt er echt op rekenen dat als je aankomt, als je elkaar ontmoet hebt en je loopt naar je eerste fotolocatie, dat minstens één van je modellen ongemakkelijk is. En om zich heen kijkt van, nou, wat gaan we doen? En die eerste paar poses zijn gewoon soms echt
awkward voor allebei de partijen. Want jij als fotograaf moet nog een beetje warm draaien. De modellen hebben echt nog zoiets van, wat gaan we doen? Vaak niet de meest succesvolle foto's. Maar heel belangrijk is, zorg ervoor dat jij een gameplan hebt om die awkwardness te doorbreken. Zorg ervoor dat jij precies weet wat je gaat zeggen, wat je gaat doen om de sfeer te verlichten. Want dat is heel belangrijk. Ze moeten zich in die eerste 10 minuten moeten ze even uitademen, even ontspannen, de zenuwen weglachen en dan kunnen we ervoor gaan. Maar het is aan jou als fotograaf om dat voor elkaar te krijgen. Als je geen aanwijzingen geeft of gewoon stil blijft, zal je merken dat de awkwardness nog verder oploopt en dat het maken van echt liefdevolle foto's dan heel lastig is voor de meeste koppels. Dus zorg dat je een gameplan klaar hebt liggen, dat je een beetje weet, oké, hoe ga ik dit tackelen? Wat ga ik zeggen? Met welke poses ga ik beginnen? Zodat je zelfverzekerd die shoot gaat leiden. Geef heel veel aanwijzingen en gebruik prompts. Prompts is iets waar ik heel erg fan van ben. En ja, de naam is een beetje typisch, komt uit Amerika overgeleid. Daar heet het zelfs promptography. Maar een prompt is eigenlijk een aanwijzing vermomd in een soort van klein opdrachtje. En ik vind het echt een top manier om mensen aanwijzingen mee te geven. Omdat het ten eerste vaak logischer is en makkelijker begrepen wordt. Maar ook omdat het heel vaak heel grappig is. En het zorgt voor spontane reacties en voor wat verwondering en voor lachen en ontspanning. En dat is natuurlijk wat je wil in je fotoshoot. Om het je een beetje te illustreren. Je zou bijvoorbeeld voor een foto die ik nu in beeld laat zien. Die zou je als aanwijzing kunnen geven aan de mannelijke wederhelft van, nou, ga achter haar staan en leg je armen een beetje om haar heen en trek dan je hoofd een beetje opzij en kijk iets meer naar links en dan aan de vrouwelijke wederhelft kijk iets meer naar rechts en hou zijn armen vast. Maar dan wordt het een heel, je ziet dat dan ook vaak aan de gezichten van, zo of dit en is dit nu goed en we staan nu stil. Je haalt daarmee al heel snel de spontaniteit en het gevoel eruit. En dan is het nog steeds een hele mooie pose. Maar wat je natuurlijk wil, is dat het eruit ziet alsof ze die pose zelf hebben aangenomen. Alsof het natuurlijk is. En je wil die liefde voelen op dat moment. En niet dat ze allebei zo staan van, is dit de bedoeling? Dus hoe je die pose ook kan vragen als je een prompt gebruikt, is bijvoorbeeld, je vraagt aan de mannelijke wederhelft van, hey, loop van achter op eraf en geef via de bovenkant als verrassing ineens een knuffel. Dat kan je een paar keer doen. En als je dan wil van dat ze iets meer met de gezichten naar elkaar gaan, kan je bijvoorbeeld aan een van de twee vragen, snuffel dan eens voorzichtig aan haar oor of zo. Dat is precies diezelfde beweging. Maar wat je waarschijnlijk dan ziet gebeuren is, eerst zullen ze echt zo kijken van wat. En dan doen ze het en barsten ze allebei in lachen uit. En dat is een momentje wat je vast wil leggen. Dan heb je een intiem momentje wat zij met z'n tweeën beleven, waarin er pure emotie te zien is. En dat is wat je wil vastleggen. Dus dat is waarom ik heel graag met prompts werk. Ik heb een heel e-book geschreven over werken met prompts en het maken van spontane foto's bij love shoots. Omdat ik gewoon weet dat veel fotografen het best lastig vinden en dat er nog niet mega veel te vinden is over prompts gebruiken bij fotografie, zeker niet in het Nederlands. Dus in dat e-book vind je ook van alles informatie over de juiste instellingen, het juiste licht zoeken, ook voorbeeldjes van outfits die wel en niet goed werken. Maar je vindt er aan het eind ook een hele lijst met prompts die je kunt gebruiken voor intieme foto's, voor knuffelfoto's, voor juist spontane en lachende foto's, etc. Dus als je daar meer tips over wilt, download dan het e-book onderin. Die kun je in de shop aanschaffen en in de beschrijving staat daar natuurlijk weer een linkje over. Heel leuk e-book, ik ben er zelf heel blij mee. Er staan natuurlijk ook heel veel mooie foto's in. En dan als laatste tip, laat af en toe wat foto's zien. En zeker in het begin, ik weet dat heel veel fotografen daar misschien iets minder fan van zijn en dat die liever niet te veel laten zien tijdens de fotoshoot. Maar voor je modellen is het echt heel fijn als je dat wel doet. Zeker als je prompts gebruikt. Want als je tegen iemand zegt, sniffel even aan haar oor, niemand gaat meteen snappen dat dat er leuk uit gaat zien. Iedereen gaat echt denken, wat vraagt zij? Wat is dit voor fotoshoot? Zodra je dan een fotootje laat zien van, kijk, dit is hoe het eruit ziet. En dan laat je een foto zien dat ze allebei aan het lachen zijn. En dat ze
bezig zijn met elkaar en hoe leuk dat eruit ziet. En dan zie je ze denken, oh, zij weet wat ze doet. En op dat moment geven ze alle controle over aan jou. Dan laten ze los en dan denken ze, ach, we doen wat zij zegt, want blijkbaar weet zij wat ze doet. En dan wordt het pas echt heel leuk. Dus ik raad je altijd aan om foto's tussendoor te laten zien. Zodat je modellen zich meer op hun gemak voelen. En net even wat meer zelfvertrouwen krijgen om de rest van de shoot door te gaan. Dat waren mijn tips voor vandaag. De belangrijkste tip is natuurlijk eigenlijk, vergeet niet te genieten. Want als jij geniet, dan geniet je koppel natuurlijk ook meteen wat meer. En dan is het weer makkelijker om mooie foto's te maken. Wil je dus nog meer tips? Kijk dan even naar dat e-book in de link hieronder. En dan wens ik je heel veel plezier en heel veel succes bij je volgende love shoot. Want ja, met deze tips kan het niet anders dan dat dat een heel groot succes gaat worden. Dankjewel voor het kijken en tot een volgende video.